U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Van het zuiden uit trekken dikkere wolken het land in en dan vallen er ook een paar buien, maar in de ochtenduren bijvoorbeeld is er in het noorden nog flink wat zon. Temperaturen liggen vanochtend zo rond de 15 tot 17 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Vanmiddag breiden de buien zich uit naar het noorden en wordt het in het zuiden juist een stuk droger of zelfs helemaal droog. En dan heeft het zuiden de meeste zon. 18 tot 20 graden wordt het en de wind verandert niet of nauwelijks. Vanavond wordt het van het zuiden uit op de meeste plaatsen steeds vaker droog. Het klaart ook verder op en de temperaturen liggen rond een graad of 16. Dan naar morgen een ander weertype, want het is de hele dag droog. De zon schijnt vooral flink in de ochtend. In de middag komt er wat meer bewolking. 20 tot 23 graden en nog steeds een zwakke tot matige zuidelijke wind. Dat weerbeeld gaat maandag weer veranderen, want dan neemt van het zuiden uit de kans op stevige buien toe. En op sommige plaatsen, vooral in het midden en zuiden van het land, kan flink wat regen vallen. Dinsdag en woensdag verlopen ook wisselvallig, met een temperatuur die maandag nog rond 22 graden uitkomt, maar woensdag bij een graad of 18 blijft steken. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.